wat wij weten is dat de trauma op een gegeven moment overvloog en dat wij zaten te eten. En dat dus op een gegeven moment de ambulance, de brandweer en alles erachteraan ging. Toen zijn we toch even naar buiten gelopen om te kijken waar het bleef. En toen zagen wij dat het hier op de bocht eigenlijk bij ons stil bleef staan. En dan gaat er toch wel heel wat door je heen. Want er zijn heel veel mensen uit Oostwold wat nog even naar Leek gaat of van Leek terugkomt van het werk. En ook misschien eigen familie. Dan ben je toch eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig. En misschien wel bang dat er iemand is die je wel kent, denk ik. U bent vervolgens gaan kijken? Nou, we hebben eerst even ons eten opgegeten en toen zijn we toch maar even op de fiets hierheen gegaan. Maar we zijn eigenlijk nog niet echt veel verder gekomen dan wat we nu hebben gezien eigenlijk hier. Wat zag u toen u aankwam hier? Nou, het was eigenlijk allemaal brandweer en politie en de trauma ging net weg. En toen zeiden wij al tegen elkaar van nou, dat is vaak geen goed teken als die al weggaat. Ja, en verder dan praat je even met elkaar, maar ja, de een zegt dit, de ander zegt dat en je weet toch niet precies wat er gebeurd is. Iedereen komt naar buiten en dat het toch wel een hechte gemeenschap is. Dat het toch misschien geen inwoner van Oostwold is, hoop ik. Ja, ook niet. Het is erg voor die anderen. Maar dat het geen bekende is of familie of die je goed kent. En dan ga je toch kijken met elkaar. Dan zijn we toch... Ja.